Bobby. Ja, wat je ook doet, hè, waar je ook bent, de hits altijd goed. Radio Tingalt, Olita Adams en Rhythm of Life. Ja, wat leuk zeg, kinderboerderij De Pijp uit Amsterdam is een bijzondere talentenjacht gestart onder de dieren die ze in huis hebben. 12 beesten die strijden daar namelijk om de titel Holland's Next Octopus Paul. Tijdens de WK, tijdens het EK, neem ik kwalijk. WK. 2 jaar geleden had Duitsland natuurlijk die Paul, hè, die octopus, die inktvis die alle wedstrijden van dat Duitse elftal goed wist te voorspellen. Maar ook voorzag dat Nederland bijvoorbeeld in de finale van Spanje zou verliezen. Dat was even een dingetje natuurlijk. Dus nu wordt er een opvolger gezocht. Tim de Waard is van de kinderboerderij uit Amsterdam. Tim, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Hey. Hallo, zeg. Ja, nou zo'n nieuwe octopus Paul, joh. Hey, dat is wat. Je bent op zoek, hè? Ja, we zijn op zoek samen met kinderboerderij De Pijp naar Holland's Next Octopus Paul. Ja. Want je had natuurlijk 2 jaar geleden had je die inktvis van Duitsland. Ja. En ja, wij dachten, ja, er loopt hier vast in Nederland ook wel zo'n paranormaal begaafd beestje rond. Maar die Duitse Paul, dat was niet helemaal onze vriend, weet je nog? Die ging steeds naar de verkeerde... Althans, die ging uiteindelijk in de finale naar de verkeerde vlag, hè? Ja, nou ja, in ieder geval uiteindelijk toch naar de goede, want hij voorspelde toch echt Spanje toen. Ja, dat is wel waar, dus, ja. Ja, dat is wel waar, ja. Maar van Octopus Paul zijn ondertussen calamares gemaakt, hoor ik. Dus ja. Het is hoog tijd dat we hier het Nederlandse equivalent gaan vinden. Ja, denk je dat het gaat lukken? Ben je op dit moment heb je al wat lijntjes uitstaan? Ik weet in ieder geval dat de 12 kandidaten die op www.hollandsnextoctopuspaul.nl een eerste voorspelling hebben gedaan. In ieder geval 8 van de 12 hebben Nederland voorspeld en 4 Denemarken. Dus ik heb het gevoel dat ze in ieder geval al dat een hoop beestjes al met hun voorspellingen in de goede richting zitten. En ja, maar mochten ze het verkeerd voorspellen, dan val je natuurlijk wel af. Want het is wel echt een afvalrace. Dus uiteindelijk blijven we over met 1 Holland's Next Octopus Paul. 1 kandidaat die alles goed heeft geraden. En daarmee gaan we dan de overige wedstrijden natuurlijk ook voorspellen. Leuk zeg. En kunnen we dat allemaal volgen? Kunnen we die beesten volgen, die dieren volgen? Natuurlijk. Je kunt op Holland's Next Octopus Paul kun je alle dieren apart zien. En al hun voorspellingen. En als je onze Facebookpagina liked, dan blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt rondom Holland's Next Octopus Paul. En hoor je vanzelf of er kandidaten door zijn, wie er door zijn, of ze afvallen. En daar kun je alles bij houden. Wat is de status quo voor aanstaande zaterdag? Aanstaande zaterdag, we hebben 12, de 12 kandidaten laten voorspellen. En 8 kandidaten hebben Nederland gezegd. En 4 Denemarken. Oh, maar dat is goed, hè? Ja, dat is heel positief. Daar waren we ook blij mee. Hoe werkt het net als met Paul? Zitten ze allemaal, heb je vlaggen van de deelnemende landen of hoe gaat het? Het is heel simpel. We hebben 12 beestjes 2 voederbakken voorgezet. Eentje met de Nederlandse vlag erop, eentje met de vlag van Denemarken erop. Hmm. En dat is de manier waarop we het testen, zeg maar, eigenlijk net zoals met Octopus Paul in Duitsland. Ja. En van welk voederbakje zit eerst eten? Dat is een voorspelling. Nou, je bent in ieder geval enthousiast. Tim. Ja, ja. Ja, vol passie vertel ik erover, hè? Maar vind jij het niet leuk dan? Nee? Ik vind het hartstikke leuk. Sterker nog, als nou uitkomt dat het inderdaad allemaal klopt, hè? Dan ga ik jou elke week even bellen, want dan wil ik die update hebben. Steeds vlak voordat het Nederlands elftal moet aantreden, wil ik even weten hoe het gaat met de beesten. Nou, dat lijkt me te gek, want elke wedstrijd van het Nederlands elftal, de dag ervoor, is er de nieuwe voorspelling online. Ja. Dus hartstikke leuk om dan eventjes contact te houden natuurlijk. Ja, hebben ze ook allemaal namen al, of die beesten? Of? Zeker, ja, we hebben allerlei leuke beesten. Ze hebben allemaal een naam. Okay. Ja, we hebben Athena de geit, we hebben Flo de borstelcavia, we hebben Axel de axolotl, we hebben Kobus de ezel. Ja, we hebben het allemaal. Ik vind het hartstikke leuk en wat een goed idee. Top. Goed zo. Dus nou, ik hoop dat iedereen eventjes kijkt naar www.hollandsnextoctopuspol.nl. Okay. En dan kun je het allemaal bijhalen. Tim, wij gaan elkaar vaker tijdens het EK nog spreken. Ik hoop dat alle voorspellingen juist zijn. En ja, nou, we houden dat goed in de gaten bij je. Top, dankjewel René. Oké, jongen, bedankt. Succes met de uitzending. Ja, dank je. Oké, dan. Hoi, hoi.